Goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van Opinie. Mijn naam is Abigail Kemp, van harte welkom. De UN Women heeft de 25e van elke maand uitgeroepen tot Orange Day om aandacht te vragen voor het tegengaan van geweld tegen vrouwen. Onlangs werd de samenleving weer eens opgeschrikt door de moord op een vrouwspersoon die door haar ex-partner om het leven is gebracht. Deze keer ging het om Mona Lisa Meinaert, die in de bloei van haar leven was. Om de bewustwording te vergroten in de samenleving heeft men onder andere 2 keer een stille loop gehouden. Wat wordt er nog meer gedaan om vooral bij mannen het bewustzijn te vergroten? En wat kunnen vrouwen doen die in een gewelddadige relatie zitten? We praten vanavond over geweld tegen vrouwen. Onze gast voor vanavond is Claudia Hafai, psychosociaal werker bij Stichting Stop Geweld tegen Vrouwen. Hafai is van huis uit bachelor en is beëdigd als maatschappelijk werker voor daderhulpverlening bij de beschermingsbevelen die door de rechter worden uitgesproken. Zij is bezig met de begeleiding van slachtoffers en daders van huiselijk geweld. Hafai is vanaf 2001 verbonden bij de stichting Stop Geweld tegen Vrouwen in de functie van psychosociaal werker. Kijkers, Claudia Hafai. Welkom mevrouw Hafai. Bedankt dat u tijd voor ons hebt gemaakt om ook te participeren aan het programma Opinie. We gaan gelijk beginnen. U bent verbonden aan de stichting Stop Geweld tegen Vrouwen. Waar houdt deze stichting zich mee bezig? Nou, zoals de naam het al zegt, we zijn als stichting timmeren we al langer dan 25 jaar aan de weg om het geweld tegen vrouwen tegen te gaan. En dat geweld kan je niet alleen maar tegengaan als je vrouwen helpt, maar je moet dus ook het systeem van de vrouw omarmen. Mm-hmm. Hoe zorgwekkend is het in Suriname, deze situatie? Nou, als we kijken naar de afgelopen week, hoe mensen eigenlijk de emoties omhoog zijn geschoten wanneer het gaat om het geweld dat de relatie heeft plaatsgevonden, dat er een vrouw vermoord is geworden en ook verbrand. Kun je al nagaan hoe erg het al is in Suriname, maar ook dat als je kijkt naar de afgelopen 25 jaar, ik ben reeds 17 jaar bij de stichting, aan de stichting verbonden als psychosociaal medewerker. En in het jaar 2001 zijn we toen een hele grote campagne gestart, Nonaki Mataki. En toen durfden mensen ervoor uit te komen. Vrouwen kwamen naar de stichting, ik kan me nog herinneren, 6 vrouwen op een dag die hulp kwamen zoeken op zijn minst. En dat was een hele mooie ontwikkeling, dat vrouwen durfden te vertellen dat er geweld, dat hen geweld werd aangedaan. En als je kijkt, iedere vrouw die geslagen wordt of die geweld meemaakt, is er 1 te veel, kan je zeggen. En ja, het gaat met ups en downs in het principe van zodra we voorlichting geven, zodra we in de publiciteit zijn als stichting, zie je dat vrouwen ervoor uit durven te komen. En dan zie je dat het aantal meldingen naar de stichting toeneemt. Oké. Okay. We hebben ook een interview gehad met meneer Naden en daar kunnen we nu naar gaan kijken. Oké. Okay. Nico! Geweld kan zijn fysiek, dus slaan, maar ook psychisch. En psychisch moet je zien in het kader van bedreigen. Hè? Daarbij wordt de persoon niet geslagen, maar wel zodanig bedreigd dat de persoon voor zijn of haar leven mag vrezen. Dus we praten over psychisch geweld en fysiek geweld. Want we praten over binnen het kader van huiselijk geweld. Je hebt 2 wetboeken zeg maar, waarmee de politie dan mag werken, het wetboek van strafrecht. Want in het wetboek van strafrecht staat ook aangegeven strafbare handelingen die te maken hebben dus met mishandelen van anderen. Maar dan heb je dus een bijzondere wet dat specifiek gericht is op wat we noemen huiselijk geweld. En die wet is een wet van
20 juni 2009. En die wet heet Wet bestrijden huiselijk geweld. Nou, huiselijk geweld moet je zo zien. Of laat me het anders zeggen. Wat valt nou specifiek onder huiselijk geweld? Bijvoorbeeld een man of een ex-partner die zijn vrouw mishandelt of bedreigt. Binnen dat kader van het gezinsgebeuren. Dat kan het zijn een getrouwde man. Het kan zijn een ex-man. Het kan zijn een vriend of een ex-vriend. Het kan zijn vader. Het kan zijn een inwonende oom, zeg maar. Maar het valt binnen het kader van dat de mensen, zeg maar, of samen liefden of samen hebben geleefd. Toch? Een samenwoningsverband hebben gehad. Dat zijn een paar voorbeelden die ik kan aanhalen om dat, van, dat specifieke van huiselijk geweld dat even duidelijk te maken. Er moet dus een speciale, er moet een bepaalde relatie zijn tussen dader en slachtoffer. Dat kan het zijn man-vrouw, ex-man, ex-vrouw, vriend-vriendin, ex-vriend, gewezen vriendin. Een vader naar kinderen toe, kinderen naar ouders toe. Dan kunnen we gebruik maken van deze specifieke wet, wet bestrijden huiselijk geweld. Nou, dat is inderdaad wat u aangeeft, dat de vrouwen soms vanwege omstandigheden zaken intrekken. Soms kan het zijn dat ze, zeg maar, de partner hebben vergeven, maar soms is er een financieel aspect aan. Zeg maar, de partner is enige kostwinnaar. Er moet licht worden betaald, water, en men moet voeding hebben, huizen moeten worden betaald. Nou, de wet huiselijk geweld is duidelijk wat dat betreft, dat de, zeg maar, als de man kostwinnaar is, hij betaalt de huur of hij betaalt de hypotheek. En hij zou zeggen van ja, oké, als je de politie erbij haalt, stop ik met het betalen van de huur, dan moet je maar uit de tuin. Of ik betaal de huur, is mijn, ik betaal voor de hypotheek, dus je moet dan het huis uitgaan. Wet huiselijk geweld zegt nee, dat gebeurt niet. Ook al zegt, want bij huiselijk geweld komt een rechter aan te pas. Zeg maar, dat slachtoffer kan naar de rechter stappen binnen het kader van wet een huiselijk geweld, bestrijden huiselijk geweld, pardon. En dan kan de rechter de verdachte in dit geval veroordelen. En de veroordeling kan onder andere zijn van, luister nou, je moet het huis verlaten. Je verlaat het huis wel, maar je moet de huur blijven betalen. En binnen deze wet kan de overheid de verdachte, zeg maar, verplichten om die huur te blijven betalen, ondanks hij niet meer in het huis is. En daarom is het van belang, ik wil mensen echt aanmoedigen om deze wet door te nemen of iemand te vragen, iemand met een juridische achtergrond te vragen, om deze wet echt uit te pluizen, zodat vooral de vrouwen in het bijzonder gaan weten hoeveel mogelijkheden de wet bestrijden huiselijk geweld biedt en de wet strafbaar stellen in belaging. Dan denk ik dat veel minder vrouwen, zeg maar, binnen dat cirkeltje van huiselijk geweld en belaging zullen blijven. Meldingen komen regelmatig binnen. Ik heb de data van dus de aangiftes dus niet bij de hand. Wat ik wel heb meegenomen zijn gevallen van huiselijk geweld, waarbij helaas vrouwen dan, zeg maar, het leven hebben gelaten. En dan merken we dus dat in het jaar 2017 zes vrouwen om het leven zijn gebracht door hun partner. Dus binnen het huiselijk geweld kader hebben we zes volwassenen. Maar er zijn ook twee kinderen slachtoffer geworden van huiselijk geweld. We hebben namelijk één geval gehad waarbij die man zijn vrouw om het leven heeft gebracht en hun twee kinderen en daarna zichzelf. Dus die kinderen zijn ook slachtoffer geworden binnen het kader van huiselijk geweld. En in 2018 tot nu toe hebben we 5 gevallen genoteerd van huiselijk geweld waarbij vrouwen om het leven zijn gebracht. Op elk bureau mag iemand aangifte gaan doen. Van genoeg komt de persoon naar de politie om aangifte van mishandeling contra, zeg maar, die partner. En de politie heeft de nodige trainingen ondergaan, waardoor als, zeg maar, de persoon op een politiebureau gaat en aangifte doet tegen de partner van mishandeling, waar de persoon gaat komen voor mishandeling, daar hebben we dus
zeg maar, op het politiebureau Nieuwegein hebben we een afdeling, huiselijk geweld. Dan kan zo iemand, los van het feit dat die aangifte wordt opgenomen, dan kan zo'n slachtoffer ook worden verwezen naar een unit huiselijk geweld, om dan ook die extra begeleiding te krijgen en die extra informatie te krijgen van wat een persoon nog kan doen om zeg maar geen slachtoffer meer te zijn. Want soms komt de persoon met die klacht van kijk, ik word al jaren mishandeld door mijn partner, maar ik wil niet dat hij wordt ingesloten omdat hij de enige kostwinnaar is. Dat zijn zaken die spelen. Hè? In dat geval gaan we de persoon aanmoedigen om toch die aangifte te doen, waardoor wij dan een betere armslag hebben als politie om effectief op te kunnen treden tegen de man. Wat niet een per se wil zeggen dat de persoon op dat moment ook ingesloten zal worden. Natuurlijk gaan we afstemming plegen met een officier van justitie, afhankelijk van de aard van dus die mishandeling, want als er sprake is van ernstige kneuzingen, fracturen, dan kunt u begrijpen dat we de zaak anders gaan moeten aanpakken. Maar als er geen sprake daarvan is, dan kunnen we de mensen dan ook verwijzen naar onze afdeling huiselijk geweld, onze unit huiselijk geweld, om de mensen dan te begeleiden. En soms wordt niet alleen het slachtoffer begeleid, want die mogelijkheid biedt ook een de wet huiselijk geweld, maar dat ook zeg maar de dader, afhankelijk van de aard van dus de handeling die hij op zich gepleegd heeft, kan ook worden begeleid door dus de collega's van die unit. Mijn advies is om het kenbaar te maken. Toch? Hou het niet voor jezelf, maak het kenbaar, zoek hulp. Behalve de politie heb je ook zeg maar, vrouwenorganisaties waar men kan aankloppen, die ook de kennis en know-how in huis hebben. Toch? Want ze hebben vaak genoeg ook een juridische afdeling of unit. Die mensen kunnen je dan begeleiden. En als het de spuigaten uitloopt, kies dan voor je eigen veiligheid en dan misschien dat van je kinderen. Stap gewoon eruit. Dat was dus een interview met inspecteur Naarden. Om terug te komen op het gedeelte van ons. Welke vormen van huiselijk geweld kennen we allemaal? Nou, als we hebben het over de vier grote. Ja. Hebben we het over geestelijk en psychisch geweld, lichamelijk geweld, seksueel geweld en financieel geweld. Dat zijn de vier groepen. Oké, wat moet ik me voorstellen bij het financieel geweld? Is dat er dus eigenlijk het geld, als je een vrouw verdient haar eigen salaris. Mm-hmm. En dan zegt de man van, geef mij het salaris bijvoorbeeld. En dan bepaalt de man wat er met het geld moet gebeuren. Of dat de pinpas wordt afgepakt van de vrouw. Of eigendommen van de vrouw worden verkocht. Dat is een vorm van financieel geweld. De vrouw krijgt een bepaald bedrag om haar huishouden te runnen. En wanneer het geld op is, dan vindt de man dat de vrouw eigenlijk niet goed weet om te gaan met het geld. Het is misschien ook goed voor de kijkers dat u dat van het geestelijke geweld toch even belicht. Want soms onderga je dat geweld, maar weet je dat niet eens. Geestelijk geweld heeft verschillende vormen. Dreigen, eigenlijk hele lelijke namen geven aan de persoon. Ja. Ook je isoleren. Je mag dit niet doen, je mag dat niet doen. En je mag geen contact met de buren bijvoorbeeld. Je mag niet uitgaan met je vriendinnen. Vernederende opmerkingen maken naar de vrouw toe. De vrouw mag zich niet kleden hoe ze wil. Dat zijn allemaal vormen van eigenlijk geestelijk geweld. Maar ook die emotionele chantage. Dreigen met als je me verlaat of als je niet meer van me houdt, dan ga ik suïcide plegen of dan ga ik de kinderen iets aandoen of ik steek het huis in brand. Dat zijn allemaal van die het geestelijk geweld die vrouwen kunnen meemaken. Oké, okay, en de stichting, met welke vormen worden ze het meest geconfronteerd? Eigenlijk met alle vier vormen. Oké. Okay. En daar heb je nog een beetje een andere vertakking. Het religieus geweld, niet naar de kerk mogen gaan. Mm. Het cultureel geweld, je mag, weet je, vanuit je bevolking die je bent hun staan of je bent Javaan. En dan worden dan vernederende opmerkingen gemaakt op het feit dat jij Javaan of hun staan bent of Creool bent. Wat denkt u dat er bij zo iemand omgaat wanneer die eigenlijk elke vorm van of enige vorm van geweld ondergaat? Eigenlijk is het dat je dus eigenlijk van binnen, langzaam van binnen doodgaat, kun je zeggen. Mm-hmm. Wat je ziet is, de man
maakt de vrouw verantwoordelijk voor zijn gedrag. En in het gebeuren, in de relatie, het intiem partnergeweld, zie je dat de vrouw steeds verder wegkwijnt. Je ziet soms dat vrouwen veel magerder worden of juist heel veel gaan eten, dat depressie. Ja. Naar voren komt, psychosomatische klachten. Als je gaat kijken naar naar de wachtkamer van zo'n huisarts, dan zie je dat heel veel vrouwen eigenlijk met psychosomatische klachten bij de dokter komen. En dat je eigenlijk niet eens weet waar het vandaan komt. En als de dokter verder durft te vragen, dan zie je dat het te maken zou kunnen hebben met intiempartnergeweld. Oké. Soms heb je dat de partner of degene die dat geweld ondergaat de mogelijkheid heeft om weg te gaan, maar die blijft. Hoe verklaar je dat? Het is niet zo makkelijk, want waarom blijft de vrouw? Ja. In eerste instantie blijft de vrouw omdat ze van die man houdt. Die man is niet altijd die persoon die slaat. En dan kom je in die cirkel terecht waar het leuk, lief en aardig is in een relatie. Mm-hmm. Hij is die lieve man waarop je toen verliefd bent geworden in het begin van de relatie. En dan komt die spanning. Ja. Dan zie je dat er dingen niet zo fijn gaan. En dan komt die ruzie, die explosie. En binnen die explosie vallen de klappen. Maar dan komt u weer terug en zie je, als je naar me had geluisterd, dan was het niet gebeurd. Als je dit niet had gedaan, had ik je niet geslagen. En zo zie je dat de vrouw eigenlijk verantwoordelijk wordt gemaakt door de partner. Mm-hmm. En dan gaat ze zich schuldig voelen. En dan gaat ze willen veranderen, ze gaat hem willen redden. Want zij is degene die gemaakt heeft dat hij heeft geslagen. En dan zie je dat die vrouw steeds meer van zichzelf opgeeft in de relatie. Mm-hmm. En zichzelf kwijtraakt. En dan kun je zeggen van ja, waarom gaat ze niet weg? Maar dan waar zou ze naartoe moeten gaan? Het kan zijn schaamte, ja, dat die vrouw er niet uit wil stappen. Ze heeft geen woning, want het is niet zo makkelijk als je financieel afhankelijk bent van zo'n partner. Mm-hmm. Om een eigen woning te gaan huren. Maar je houdt van die man. Het is de vader van je kinderen. Je wil niet dat je kinderen met een andere man misschien in huis opgroeien, omdat je zelf je vader hebt gemist. Of nu, wat er nu ook speelt, dat er seksueel misbruik plaats zou kunnen vinden. Een angst voor een vrouw om een andere man in huis te halen. Ja. Dus zo heb je heel veel verschillende redenen waardoor een vrouw niet zo makkelijk uit de relatie stapt. Want je houdt van hem. Je wil dat het gedrag van die man verandert. Mm-hmm. Is dat ook dezelfde reden waarom vrouwen vaak bij de politie de case intrekken als ze een klacht tegen die man hebben aangediend? Ingediend, sorry. Ja, wat je ziet is van die vrouw gaat aangifte doen. Ja. Maar de vraag is, wat je ziet bij, want je hebt verschillende slachtofferkamers nu. Mm-hmm. Bij sommige bureaus in Suriname hebben dan een slachtofferkamer. Daar mag de vrouw haar beklag doen. Mm-hmm. Ze hoeft niet gelijk een aangifte te doen. Ze kan ook haar beklag doen. Mm-hmm. Het zijn in principe speciaal opgeleide politieagenten die in die slachtofferkamers zitting nemen eigenlijk of te werk worden gesteld. En die zouden naar die vrouw moeten luisteren. Die weten ook dat een vrouw, wanneer ze komt, dat ze wil dat het geweld stopt. Mm-hmm. En als ze dus een aanklacht indient, is de politieagent in staat om de man op te roepen en gaat dan bemiddelen. Ja. En ja, je wil niet dat de vader van je kinderen bijvoorbeeld in de gevangenis terechtkomt. Wat als die vrouw financieel afhankelijk is en die man zit vast? Mm-hmm. Hoe gaat ze eten? Hoe krijgt ze brood op tafel? Dus dan krijgt ze berouw met in haar achterhoofd dat het haar schuld zou kunnen zijn dat die man slaat. En dan gaat ze naar het politiebureau, ja, en dan gaat ze vragen, mag mijn partner eruit? Maar tegenwoordig met de leefroepen van de wet in 2009, ja, de wet op huiselijk geweld, zie je ook dat het niet meer zo makkelijk is dat die vrouw naar het bureau gaat en vraagt, mag mijn man vrijkomen? Want agenten zijn in staat of mogen ambtshalve vervolgen. Als het geweld dusdanige proporties heeft aangenomen, ja, mag die vrouw niet meer haar aanklacht zomaar intrekken. Ja, ja. Dat mannen overgaan of partners overgaan tot geweld is een feit. Waar ligt de oorzaak, denkt u? Het heeft te maken met de socialisatie. Als je kijkt naar hoe is zo'n persoon gevormd,
dat je dader kan worden. Je hebt beide in je, in principe. Je hebt de daderkant in je, maar je hebt ook het slachtoffer in je zitten, mm-hmm, als persoon. Maar wat wordt getriggerd door degene die naast je staat? En dan ga je kijken, hoe is zo'n persoon opgevoed? Hoe is de binding met de moeder geweest? Is er een onveilige moederbinding? Hoe is de binding met de vader geweest? Is het een vader die vernederd heeft? Is die persoon, de dader, eigenlijk bekend met geweld? Heeft hij het gezien? Is het normaal tussen zijn ouders geweest of in zijn omgeving geweest? Wat zie je nu op social media, op de televisie? Hoe wordt zo'n persoon beïnvloed eigenlijk, ja, om te worden tot de persoon die hij is? En dat hij overgaat tot geweld. Het heeft ook te maken met, ben je in staat om je gevoelens te uiten? Kun je communiceren met de ander? Mm-hmm. Want hoe komt het dat je dat geweld overgaat? Je voelt je machteloos in die relatie. En dan geef je klappen. En het heeft ook te maken met macht en controle. Dat iemand eigenlijk macht heeft over de andere of wil. En dat hij daardoor overgaat tot slaan. Oké. We hebben ook straatinterviews gedaan. En we hebben de meningen van de burgers. Daar kunnen we nu naar gaan kijken. Oké. Wat is het eerste dat in u omgaat als u hoort dat een vrouw door haar ex-man is omgebracht? Er gaat heel wat door mijn hoofd. In eerste instantie denk je van, waarom? Dat die man zoiets moet doen. Het is niets voor nodig als die vrouw je niet meer wil hebben. Er zijn genoeg vrouwen in Suriname die geen man hebben. En dat probeert met iemand anders. Zo simpel is het. Maar er gaan ook andere dingen door mijn hoofd en die kan ik niet voor de camera zeggen. En die wil ik ook niet voor de camera zeggen. Omdat ik die man toevallig heb gekend ook, dus ik vind het jammer dat hij zich zo heeft laten gaan. Er zijn genoeg vrouwen die alleenstaande vrouwen die echt een man willen hebben. Had je die vrouw gepest met een andere vrouw desnoods? Je gaat jezelf afvragen waarom dat gebeurd is. Toch? En daarna ga je ook zelf afvragen. Liever gaat ze weg, blijf je alleen. Toch? Of, ja, ik zeg wat niet kan, hoeft ook niet. Ik vind het erg. Het is heel erg als een vrouw wordt omgebracht door de man of ex-man. Het maakt niet uit, het is erg. Nou, het is wat in me opkomt. Dus het gaat niet goed met de gemeenschap dat mannen vrouwen moeten aftakelen. En in de meeste gevallen is dat het geweld dat mannen vrouwen aandoen. En het doet wel pijn als ik zelf ook een moeder heb, een vrouw, een dochter. En het is niet eerlijk in deze wereld dat mannen zo wreed zijn tegen vrouwen. En wat vrouwen zijn, gelijke partner. De Heer heeft gezegd, ik geef je een hulp, een gelijke partner. Dus dat betekent niet dat de man heersend is over de vrouw. De man is samen met de vrouw die elkaar samen ondersteunen in het leven. Dus, niemand heeft het recht, een man heeft ook niet het recht. De vrouw is geen eigendom van hem dat hij er moet aftakelen. Dat zij moet doen wat hij wil. Of alleen om zijn narcistische gevoelens te botvieren. Zo, dat is geen manier hoe we met elkaar omgaan in een respectvolle gemeenschap. Hoe zou u ermee omgaan als u hoort dat iemand in een gewelddadige relatie zit? Ik ben iemand die met mensen praat. Ik ben iemand die met mensen praat, daarom heb ik een heel grote vriendenkring. Men komt altijd bij me met problemen, dus ik zou willen praten met zo iemand. Ik zou praten hoor, ik zou praten. Maar uiteindelijk hangt het dan van de persoon af, als ze eruit wil stappen of niet. Ik zeg één ding, als je vindt dat die persoon niet goed is, mishandel hem. Geen geweld gebruiken tegen haar of tegen die persoon. Maar het is ook niet netjes. Anders is zo'n relatie helemaal niet goed. Nou, eigenlijk hangt het vanaf hoe goed ik ben op de persoon. Dus ik neem maar voorbeeld, als het iemand is in de straat waar ik misschien wat contact mee heb, dan probeer je toch wel op een of andere manier in te grijpen om hulp te bieden. Dus de mensen een signaal geven aan mensen of aan de directe familie of zo dat er iets aan de hand is. Want het is. Soms zie je wat er gebeurt, hè. Dan heb ik het meer over sociale controle. Hè. Dat je is aan het bemoeien wat bemoeien, maar als je ziet dat iets fout gaat, moet er toch wel actie ondernomen worden. Dus zoals een instantie inschakelen om door te geven dat er iets niet goed zit,
weet je. En dan, maar het doet pijn als je zulke dingen ziet gebeuren. Zo, dat doet vreselijk pijn. Welke boodschap heeft u aan vooral de mannen die geweld plegen tegen vrouwen? Nou, ik zou zeggen, aan de afhouden van die vrouwen. Vrouwen zijn niet om te slaan, niet om te mishandelen. Ze zijn er om te troetelen. Goed om met ze om te gaan. En een goed leven leiden met de vrouw. Dank u wel. Niet om te mishandelen. Die mannen die geweld plegen tegen vrouwen zijn domme mannen. Die mannen die geweld plegen tegen vrouwen kunnen geen vrouwen vinden. Ze weten niet tot de vrouw te praten, dus daarom blijven ze met één vrouw. Er zijn genoeg vrouwen en keuze genoeg, keuze zat. Je moet kunnen praten. Als, omdat je niet weet te praten, blijf je met die ene vrouw. Probeer te praten. Praten helpt. Probeer dat meeste mannen hebben. Dus dat ze hun gevoelens niet willen uitdragen door communicatie en praten. En mannen hebben ook veel emoties. Kijk maar, als er een voetbalwedstrijd is, dezelfde man die zo gesloten is, springt en laat al zijn gevoelens botvieren. Maar we moeten leren, ook vanaf bij de opvoeding, dat mannen meer hun gevoelens over moeten praten. Hè. Het is niet nodig om macho gedrag te etaleren. En mannen denken dat, als ik dat doe, dan kom ik een beetje zwakker over. Maar het is een proces dat we eigenlijk vanaf jeugd onze kinderen ook moeten opleiden en kijken en leren. Kijk, respecteer je vrouw, je zus of de andere gemeenschap, hoe zij gelijk. En het begint eigenlijk vanaf de opvoeding dat ze moeten leren met elkaar om te gaan in een respectvolle gemeenschap. Mannen en vrouwen is niet jouw eigendom. Want die vrouw no one omoro, vrouw no man kieroen, toch? Vrouw no man kieroen, man. Maar altijd een man kieroen vrouw. Een vrouw is geen eigendom van niemand. U heeft het gehoord, de meningen van de burgers. Stichting Stop Geweld tegen Vrouwen. Hoeveel mensen melden zich jaarlijks gemiddeld bij de stichting? Nou, je hebt een verschil tussen nieuwe aanmeldingen. Ja. En vrouwen die al eerder bij de stichting geweest zijn, die weer komen misschien met een nieuw geval voor zichzelf, dat ze een andere hulpvraag hebben. Of dat ze dus weer verder komen voor de begeleiding. Dus als je kijkt naar het aantal nieuwe gevallen, gemiddeld zitten we rond de 250 nieuwe gevallen per jaar. Het is een topje van de ijsberg, denk ik. Want als ik het vergelijk met het jaar, met de jaren toen we een campagne hadden gehouden, waren er veel meer vrouwen die zich melden. En net wat ik al zei, eerder zei van het moment dat je bekendheid geeft aan het geweld of dat je voorlichting geeft of in zo'n programma komt als opinie bijvoorbeeld, dan zie je dat het aantal meldingen stijgt. Oké. Als iemand zich heeft aangemeld bij de stichting, wat is het vervolgtraject dat wordt doorlopen? We kijken als eerste naar de hulpvraag. Mm-hmm. Het kan een hoge drempel zijn voor sommige vrouwen om naar de stichting te komen, maar dat hoeft niet. Ja. Want er wordt naar je geluisterd. Mm-hmm. We gaan kijken, wat wil je precies? Mocht je willen scheiden van die man, dan vragen we van, heb je op een aantal punten gelet voordat je die scheiding indient? Ja. Maar het gaat ook om, wat wil die vrouw? In principe wil die vrouw dat het geweld stopt. En dan vragen we aan zo'n vrouw van, wil je dat we je partner oproepen? Want net zoals ik in het begin zei, je kan niet alleen maar die vrouw versterken en gesprekken met die vrouw doen om inzicht te geven aan wat het geweld is, waar het geweld vandaan komt. Maar je moet zo ook een man bij betrekken. En nu heb je verschillende manieren waarop je zo'n man zou kunnen betrekken. Als ze bij de politie zich melden, vraagt de politie ook, met name de slachtofferkamers, de units eigenlijk, wilt u naar Stichting Stop gaan voor verdere begeleiding? Staan ze daar open voor? Ja, je ziet dat er veel meer mannen komen. Maar het hangt ook van, sommige vrouwen zijn angstig. Nee, mijn man mag niet komen. Maar als je het vraagt, geven ze je toestemming. We bellen die man. Ik ben nog geen enkele man tegengekomen die zegt, ik ben er trots op dat ik mijn vrouw sla. Het is juist dat ze het fijn vinden dat ze naar de stichting komen en dat er ook geluisterd wordt naar hun kant van het verhaal. Want het is hoor en wederhoor. Ja. En soms praat je met beide mensen en dan vraag je af van, hey, wonen ze in één huis? Want het ene verhaal staat loodrecht tegenover het andere verhaal.
Dus je ziet dat mannen ook willen komen. En daarnaast heb je ook het beschermingsbevel. Mm-hmm. Dat vrouwen, wanneer het geweld zodanige vormen toeneemt, dat de vrouw zich vreest voor haar eigen leven, mm-hmm. dat ze dus naar de rechter mag stappen. Okay. Het is dus dat je, heel eenvoudig is het opgesteld eigenlijk. De vrouw mag zelf een formulier invullen. Heel eenvoudig formulier. Mm-hmm. Dient het in bij het kantongerecht, daarnaast de Palmentuin. En binnen 7 dagen roepen de speciale rechter zo'n vrouw op en dan mag ze haar verhaal doen. Mm-hmm. En dan kan de rechter maatregelen nemen. Het zijn geboden en verboden. Ja. En een van die geboden is dat de rechter zegt, meneer, dit kan niet meer. Die vrouw wil verder met u in de relatie, maar gaat u naar uw gedrag kijken. En dan is de rechter, geeft de rechter dan het gebod op dat zo'n man zich moet melden bij de stichting. Ik ben een van de daderbegeleiders. Okay. En dan zie je wanneer die man komt. Hij doet zijn verhaal, hij voelt zich gehoord, hij wil werken aan verandering. En daar ben ik blij om dan. En je ziet mooie dingen gebeuren bij zo'n dader, maar ook binnen het gezin, binnen de relatie. En dat is prachtig. Dus bij deze oproep, mannen die dader zijn, meld u ook aan bij de stichting. Ja. Heeft de stichting ook zo een mogelijkheid dat als de vrouw zeg maar het geweld thuis ondergaat, dat ze uit de situatie gehaald wordt en in iets als een tehuis of ja, ergens wordt afgezonderd? Je hebt een tehuis voor slachtoffers van huiselijk geweld. Ja. Dan dienen de mensen zich te melden bij slachtofferszorg. Mm-hmm. Dat is een afdeling van het ministerie van Justitie en Politie. Ze zijn gehuisvest aan de Henk Aronstraat, mm-hmm. tegenover de oude ingang van Slans Hospitaal. Mm-hmm. En daar kunnen ze dan terecht met hun verhaal. En die ambtenaren beslissen dan, die maatschappelijk werkers beslissen of er dan ruimte is voor zo'n vrouw. Dat ze met haar kinderen tot 14 jaar in het tehuis mag blijven. Mm-hmm. Voor een termijn van 3 maanden. Dat er rust komt, dat ze begeleid worden. En in het traject dat die vrouw in het tehuis is, mag zo'n man wordt dan ook opgeroepen en verplicht eigenlijk om in de daderbegeleidingstraject in te stappen eigenlijk. Oké. Een succesverhaal van of iemand die eruit is gehaald en waarvan u zegt van dit is echt top, dat het zo gelukt is. Of kunt u zonder namen te noemen wat daarover vertellen? Nou, ik heb een jongsleden heb ik nog nu een man en een vrouw. Die man was al uit huis. Mm-hmm. Die vrouw, het was heel grappig. Die vrouw heeft zich gemeld. Ja. En die man is dus via de politie bij mij gekomen. Mm-hmm. Heel veel liefde tussen man en vrouw, maar ook heel veel boosheid van die vrouw naar die man toe. Ja. En ook een vrouw die verbaal heel krachtig was en die man iets zachter was. En daardoor kwam er een scheve verhouding dat die man eigenlijk verbaal gewelddadig was, maar ook af en toe klappen gaf. Mm-hmm. En dan zag je dat beide mensen onafhankelijk van elkaar eigenlijk hulp hebben gezocht. En doordat ze ingezien hebben dat hun eigen gedrag moet veranderen, mm-hmm. en ze gewerkt hebben aan dat stuk van hun, zie je dat deze twee mensen nu weer heel liefdevol in één huis wonen. De kinderen er ook bij zijn gehaald bij het systeem. En dat goed gaat. Dus ik heb nog regelmatig contact om in de nazorg eigenlijk om te kijken van hey, hoe gaat het. Tegenwoordig met WhatsApp en social media kan je makkelijk even vragen hey, hoe is het. En dan hoor je toch wel leuke verhalen dat de mensen weer gezellig met elkaar uitgaan. Mm-hmm. Leuke dingen doen met het gezin. De kinderen zijn weer happy. De kinderen doen het weer goed op school. Dat is een van de succesverhalen. Dat is prachtig. En er zijn dus meerdere kan. Als mensen, kijk het gaat erom van wil je veranderen als persoon. Ja. Neem je de verantwoordelijkheid voor jouw eigen gedrag op je. Dat je zegt van het ligt ook aan mij en niet alleen aan de ander. Want als je één vinger naar de ander wijst, hoeveel wijzen ze richting jou? En als je bereid bent om te veranderen. En er zijn hele mooie manieren om aan jezelf te werken. Dat zijn die holistische benaderingswijzen, therapieën. Dat je kunt zien van hé, waar zit het bij mij fout? En als je werkt, kun je mooi op een hele mooie manier veranderen en loskomen van de blokkades. En dan heb je een succes voor jezelf. Denkt u dat de verschillende instanties genoeg doen om het huiselijk geweld aan te pakken?
Kijk, wij als Stichting Stop Geweld timmeren al heel lang aan de weg. Je hebt slachtofferzorg die ook haar best doet om een aantal dingen te doen. Ik weet dat de stem. Ik denk binnen PCS heb je ook dan de psychiaters, dus maatschappelijk werkers en de psychologen die doen waarschijnlijk ook op hun manier hun best. Ja. Maar het is altijd dat wanneer we cliënten hebben of patiënten van PCS die bij ons zijn gekomen, hebben we ook wel hele mooie complimenten gehad van de psychiaters. Ik weet niet wat jullie bij Stichting Stop Geweld doen, maar vrouwen veranderen. En dat is toch wel een mooi compliment. Ja. Er zijn heel weinig stichtingen die op dat gebied bezig zijn. Je hebt wel binnen de kerken die religieuze leiders. Wat Stichting Stop probeert te doen is om deze mensen te trainen. We trainen beroepsgroepen, dat heb ik niet verteld in principe. Politieagenten hebben we getraind, we hebben verpleegkundigen en huisartsen getraind. Leerkrachten om signalen van huiselijk geweld te herkennen bij hun leerlingen. Ja. En religieuze leiders hebben ook getraind om eigenlijk als assistent-counselors bezig te zijn op hun werkterrein. We hebben in de verschillende districten netwerken die eigenlijk de eerste hulp doen bij huiselijk geweld. Het zijn mensen die in de districten zijn die best wel actief zijn in hun resort eigenlijk en die doen hun best op hun manier. En als het even te veel of te moeilijk wordt, verwijzen ze door naar de stichting. Oké, wat zou er volgens u nog gedaan moeten worden om huiselijk geweld aan te pakken? Ja, als ik kijk naar mezelf, ik zou pleiten eigenlijk voor een mannenopvanghuis. Waarom? Mm-hmm. Omdat als die vrouw uit het huis wordt gehaald, moeten de kinderen naar school. Dus ik zou denken van haal die man die een dader is uit het huis, laat die even met zijn een tasje met kleren uit het huis worden gezet. Laat hij maar lekker even in een opvanghuis gaan naar die vrouw, haar eigen systeem. Maar dat is mijn mening. Ja. Maar als je kijkt over het algemeen, wat kan gedaan worden? Voorlichting, preventie. Laten we ons richten naar hoe kunnen mensen eigenlijk gezonde partnerrelaties ontwikkelen. Want we zitten vaak op het geweld. Ja. Maar nog meer aandacht aan, wat gebeurt er in relaties dat het fout gaat? Heeft te maken met een goede communicatie. Laten mensen leren hoe goed met elkaar te gaan communiceren. Respect naar elkaar toe. Elkaar waarderen. Mm-hmm. En op het moment dat dat goed zit, dan krijg je automatisch die goede relatie. Maar ook een eye-opener voor vrouwen. Want wij vrouwen voeden mannen op. Dat wij vrouwen ook mannen op een andere manier gaan opvoeden. Die jongen mag ook huilen, hij mag ook over zijn gevoel praten. Want straks later willen onze dochters willen dan wel dat hun mannen over hun gevoel praten. Maar als die man het nooit geleerd heeft, gaat hij het later niet kunnen doen 20 jaar later in een relatie. Dus vrouwen, wees bewust. Voed ook onze zonen bewust op. Voelt jullie zonen bewust op eigenlijk dat ze leren om ook naar dat stukje van gevoel te kijken. En leren te praten. Niet alleen in Suriname hebben we te kampen met huiselijk geweld. Als u Suriname vergelijkt met de regio, wat kunnen we stellen? De Caribische man is een macho man eigenlijk. Ja. Ik ben naar een conferentie geweest vorig jaar in Trinidad en Tobago. En ook in ons buurland Guyana zie je dat er ook heel veel geweld is. Eigenlijk binnen de regio, het Caribisch gebied, hebben we gekeken naar wat gebeurt er. Maar ook wat voor oplossingen aangedragen kunnen worden. Maar het is triest ook, want tijdens die conferentie is er ook een vrouw, een politieagent vermoord toen in Trinidad. Mm-hmm. En eigenlijk de tendens was heel veel geweld, te veel geweld eigenlijk naar vrouwen. En vooral dat femicide, dat vrouwen vermoord worden door hun partner. En dat is heel triest, die ontwikkeling in het Caribisch gebied ook. Oké. Maar als land staan we er, schieten we uit bijvoorbeeld boven de andere landen of? Nou, als je kijkt naar hoeveel vrouwen in een jaar vermoord worden, voor mij zijn het de afgelopen jaar waren er een stuk of 10 of zo, of iets meer. Ik weet het niet zo precies, maar eigenlijk iedere vrouw die vermoord is er 1 te veel. Ja. En we moeten ervan bewust worden dat wij als vrouw verantwoordelijk zijn voor onze eigen veiligheid. Zodra er de eerste klap valt, kom naar de stichting, kom erover praten. En niet 4, 5 klappen verder of dat je been kapot is of een blauw oog. Mm-hmm. Dus verbreek de stilte.
kom. Want als je in het begin van de relatie al problemen hebt en je gaat eraan werken en je bent bereid om de verantwoordelijkheid te nemen en te gaan veranderen, kan dat wat zo misgaat in de relatie uitgroeien tot een pracht van een relatie. Ja. Dus jij als vrouw bent verantwoordelijk voor je eigen veiligheid. Durf stappen te ondernemen om erger te voorkomen. En heb geen medelijden met die man en wil die man niet redden, want je kan hem niet redden. Hij moet zelf zichzelf willen redden. We hebben ook met mevrouw Mossels als ervaringsdeskundige op het vlak van huiselijk geweld een gesprek gehad. En daar kunnen we nu samen naar gaan kijken. Ik ben voorzitter van de stichting The Power of Sisterhood. En we houden ons bezig met de ontwikkeling van de vrouw. Waarbij we eigenlijk kijken naar alle ontwikkelingsstadiums, alle maturity stage dat jij als vrouw, als mens kan bereiken. En we geven je dus tool om dat eigenlijk te verbeteren, om een betere versie van jezelf te creëren. Als je praat over toen, dat had een hele zware impact, waarbij je eigenlijk jezelf verliest als vrouw. Je weet even niet meer wat jouw waarden zijn en eigenlijk ja, vraag jezelf af, waarom gebeurt dit met mij? Toch ben ik zo'n slecht persoon dat ik dit moet meemaken. En het komt met een heleboel emotionele bagage, omdat het moment dat een man je slaat, heb je het gevoel like something has been stripped away from you als vrouw. En dat is niet iets dat gemakkelijk terugkomt. Als het ware komt die nooit meer terug. Je moet gewoon werken aan jezelf, aan je zelfverzekerdheid to get back up to there. Als je de situatie gaat analyseren en kijken van hey, dit gebeurt op een herhaaldelijke manier steeds met je, moet je jezelf afvragen, wat wil ik eigenlijk? Toch was ik mezelf 10 jaar van hier. Wil ik nog in die situatie zijn of ga ik besluiten om eruit te komen? En voor mij was het natuurlijk een moment in mijn leven waar ik echt zoiets had van oké, en nu gaat hij me doodmaken en ik moet kiezen voor mezelf. En daarbij moest ik gewoon gaan nadenken van hou ik zoveel van mezelf of hou ik meer van hem dan van mezelf? Waarbij ik tot de conclusie kom van I love my life. En ik moet daarvoor vechten en daarvoor heb ik besloten om weg te gaan, die situatie te verlaten. Mijn advies zou zijn, kies altijd voor jezelf. Als het niet goed gaat met jou, kan het met niets dat je aanraakt, niets dat je doet, niets dat je wil verwezenlijken in de toekomst goed gaan. Dus je moet voor jezelf kiezen en daar komt zelfliefde echt als priority. Toch soms denken we van, ik hou van mezelf en zo. Maar wanneer je kijkt dat je blijft om die man, om die kinderen, om zoveel andere smoesjes, dan zie je dat je eigenlijk niet echt van jezelf houdt. Want je kan alleen een goede moeder zijn als je besluit om jezelf beter te maken, te versterken. Als je blijft in die situatie, wees je kinderen eigenlijk, dit is ook mogelijk. En ook dit kan met jou gebeuren en het is oké. En het is niet oké. Dus je moet gaan houden van jezelf op een dusdanige manier waar je bereid bent alles achter te laten en jezelf in een andere, zeg maar, other part of your life te brengen waar je zegt van ik kan dit overbruggen en ik zal beter zijn, ik moet beter zijn. Het kan niet slechter dan dit worden. Wat kan ik nog meer ervaren that will bring me down to that point? Dus je moet, ik zou adviseren, bemoedig jezelf, stap uit die situatie, vertel iemand, laat iemand weten wat er met je gebeurt. En natuurlijk, laat iemand je ook motiveren van love yourself. Hou veel meer van jezelf dan van de situatie waar je bent. En het gaat je niet beter kunnen maken. We moeten ophouden om onszelf voor de gek te houden van het komt beter, hij gaat veranderen, hij gaat niet veranderen. Als hij het herhaaldelijk doet, gaat hij niet veranderen. Je moet kiezen voor jezelf. En door te kiezen voor jezelf is kiezen voor je gezin en een betere versie van jezelf te worden. Dat was het gesprek met mevrouw Mossels. We zijn gekomen aan het einde van deze aflevering van Opinie. Tot slot vragen we nog aan mevrouw Hafait om een boodschap te doen aan de gemeenschap. Ja, de boodschap heb ik misschien al net van tevoren gezegd. Ik denk van verbreek de stilte. Ja. Vraag om hulp, vertrouw desnoods iemand toe in je directe omgeving of praat met een religieuze leider. Iemand die je kan vertrouwen. Kom naar de stichting. We zijn professioneel, we zijn objectief, we hebben een beroepsgeheim. Als je niet zelf wil komen, pak de telefoon. We kunnen altijd een telefonisch hulpverleningsgesprek met je hebben. Je mag je ook anoniem melden bij de stichting, dan wordt er niks van je geregistreerd. Durf naar de politie te stappen, naar de verschillende slachtofferkamers die er zijn. En zorg voor je eigen veiligheid, dat is belangrijk. Zorg dat je minuten hebt op je telefoon, dat als er iets is dat je kan bellen. Sta nooit met je rug tegen de muren in een woordenwisseling met je partner. Zorg altijd dat je eventueel een
eruit kan vluchten. Dat zijn eigen kleine tips. Spreek af met de buurvrouw als je denkt dat die man heel erg gewelddadig is. Dat je, wanneer je iets schreeuwt, bijvoorbeeld van brand, schreeuw niet help, maar schreeuw brand. Want brand komen, allerlei mensen komen dan af als je brand schreeuwt. Ja. Dat zijn kleine tips die vrouwen mee kunnen nemen om voor hun eigen veiligheid te zorgen. Maar kom vooral praten wanneer je merkt dat het niet goed zit in je relatie. Bedankt voor de tips en ook voor de tijd die u vrijgemaakt om hier bij ons te zijn. Ja, graag gedaan. Zoals mevrouw Hafait gezegd heeft, verbreek de stilte. Er zal altijd iemand zijn die naar jou kan luisteren. Als je niet aan iemand in je omgeving kan toevertrouwen, staat de stichting altijd open voor jou. Met een luisterend oor en de gepaste adviezen en de begeleiding. Dat was het weer voor deze aflevering van Opinie. De herhaling hebben we op de woensdag en de vrijdagavond om 9 uur. Als je het alsnog wil bekijken, kan het altijd op de YouTube-pagina van het Nationaal Informatie Instituut. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond. Goedenavond. Opinie.